er uit, hè, want je speelt met je leven. Ik hoor Ben schreeuwen, hij wordt helemaal wild. Wat gebeurt er, joh? Kijk. Wat heb jij? Kijk. Yes, de eerste dag zoeken van het jaar. Welkom, leuk dat jullie weer kijken. Ben, goedemorgen. Goed dat jij er ook weer bij bent. Het is alweer alsof het een eeuw geleden is dat ik jou gezien heb. Klopt. Nou, de beste wensen ten eerste voor iedereen, natuurlijk. En we gaan er weer een mooi zoekjaar van maken. Ja, dat gaan we zeker doen. Laten we snel beginnen. Ja, zeker. Kan niet wachten. Tot bij de eerste vondst. Een grappig feitje. Er gebeurde iets grappigs. Ben die zwaaide al over dit signaal heen en hij was een beetje storend. En toen zei ik, nou, ik ga hem toch eens proberen te graven. Kijken of je er verstandig aan hebt gedaan, ja of nee. Of je hem hebt overgeslagen. En toch komt er een Willemshend uit. Een flapdrol ben ik ook. Maar ja, hij is gegund. Nee. Maar waar ik door denk dat het komt, is ik hoorde zeg maar toch wel om er een beetje bovenuit te komen. Dus je hoorde wel een ijzertoon daarnaast, ja, inderdaad. Ik had het moeten weten eigenlijk. Nou ja, het was ook een lastige. Maar het had een mooie toon ook. Ja. Het had een goede toon doorheen. Ik hoorde hem een beetje toch gescheiden daarvan bovenuit springen. Dus ja. En nou, je ziet direct een professional. Je ziet het resultaat, hè? Ja, leuk. Kijk, ik weet dat jij na oud en nieuw klaar bent met al dat wijn drinken. Maar dat je dan gelijk je glas stuk moet maken en weg moet gooien. Ja, ei. Dus ja, je komt hier van alles tegen. Klopt, ja. Zoals dit stukje wijnglas. Alleen de munten nog niet. Nee. Maar die leg ik even bij het bruggetje. Maar gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En dat valt nog moeilijk uit te drinken. Mm-hmm. Dat valt niet meer uit te drinken. Oké, okay, Ben. Je hebt weer een leuke vondst. Ja. Heel dun plat knoopje. En een anker erop. Ja, super. Ja, heel, meestal vind je zo'n een beetje een bolle. Ja, ja. Dus echt een hele platte, kijk maar. Ja. Lijkt net zo'n spijkerboekknoop, maar het is. En het zou kunnen dat hier aan de achterkant dat er ook nog een tekst in staat van de maker. Ja. Maar in ieder geval een hele leuke knoop. Ja, maritieme knoop, hè? Schattig knoopje. Een schattig knoopje, heel schattig. Van toen ik nog bij de marine zat. Oh ja. Hey. Haha. Nou moet ik hem wel open zien te krijgen, mijn doosje. Mm-hmm. Doos. Lekker hoor, maat. Ja, toch? Doe je goed. Ja, dat dacht ik niet. Oh, hij ziet hem nog liggen. Hij ziet hem nog liggen. Scherpe ogen. Waar ligt hij dan? Ah ja, daar zo, hè? Ja. Ja. Daar ligt hij, mooi muntendoosje. Even kijken hoor. Superleuk, een ankertje. Het gaat al een beetje. Ja, maar de diepte zit er nog wel in hoor. Dus dat is leuk. Ja. Dat is leuk. Top. Ja. Ik heb een loodgewicht gevonden. En nou meen ik de letter K erin te zien. Heel veel verstand van deze gewichten heb ik niet. Maar volgens mij is die gemerkt met een letter K. Ja. En jij had net een stuk tinnen lepel, Ben? Ben had een stuk tinnen lepel. Dus we zitten toch weer op het goede pad. Het landje hiernaast dat hield het heel even op met de tonen. Hè? Of met de leuke signaaltjes. Ja, dus we gaan wel even hier kijken. Hè? Dus we gaan nu even hier kijken. Ja. Wie het weet, mag wat zeggen. We maken er een kijkersvraag van. Ik weet het niet. Gordijnring, ja. Het lijkt mij niet, ja. Hij is wel heel dik. En je ziet ook hier nog wat aan zitten. Ja. Kom er wel bekend voor, maar kom er even niet op. Nou, mij komt het niet bekend voor. Maar ik denk, als dit zo in de rails heb gehangen bijvoorbeeld, dat hij er dan zo overheen schoof. Maar er zit geen gaatje, niks. Dan moet er. Nee. Kan er nooit op het plak zijn. Nee, maar dit ligt dan, dit brede gedeelte, dat gaat door de rails heen. Ja. Denk ik. Denk ik dat het is hoor. Maar misschien de mensen thuis, laten we het eventjes meedenken. Dan horen we het graag. Ja. Nou ja, leuk. Ja, toch? Ja. Ja. Toch een Willemshend in best mooie staat aan deze kant nog. En de andere kant, ja, de andere kant wat minder geloof ik. Ja. Ah, ik zie het wel nog. Maar deze is leuker, deze kant. Die is nog helemaal perfect.
Die is perfect nog. Ben! Ben! Ik hoor Ben schreeuwen, hij wordt helemaal wild. Wat gebeurt er? Ja, gek. Wat heb jij? Kijk. Hé, hey, is volgens mij Napoleon. Nee. Napoleon derde, sir, de derde. Zo gek. Ja, ja. Volgens mij wel. Dit is volgens mij Napoleon de derde. Volgens mij staat het zelfs in de rand. Even kijken. Volgens mij wel hoor, Ben. Zo, maar die is zo mooi. Die Ben, joh. Schreeuwen, schreeuwen. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Hoe krijg ik dat er vanaf dan? Hè? De andere kant. Ja. Moet ik het thuis even doen? Ik denk het wel, hè? Zo, dat is een dikke jongen. Ja. Gek. Ja, ja. Lekker, man. 1862. 1862? Ja, het is een... Kan goed kloppen dan. Maar er staat een staart op ook. Wat is je staart? Super dik, Ben. Super dik. Het is een Napoleon dan, denk ik. Ja, ja, ik herken dat gezicht. En als jij zegt, hoeveel? Welk jaartal stond erop? 1862, volgens mij. 1862, ja, dat zou heel goed mogelijk zijn dan. Hij is wel mooi ook, hè? Ja, lekker, man. Dat zijn leuke dingen. Ja, ja. En dit, ja, dit ga ik even met een tandenstokertje denk ik eraf. Mag ik eens kijken? Pulken de andere kant. Ja, die moet je even voorzichtig... Hoe kan die nog zo mooi zijn dan, joh? Maar kijk eens hier, joh. Ja, ja. Dat hoofd. Oh, goede kwaliteit, hoor. Goede kwaliteit. Dik. Wat een munt, joh. Hè? Wat een knoepert. Super gaaf, Ben. Super gaaf. Ik feliciteer jou met deze hele gave munt. Ja, mooi hè. Ja, geniet. Ik ben blij mee. Genieten, man. Ja. Toppertje. Kicken, hey. Super dik. En dat het laatste drie kwartier. Ja, man. Ja. Wow. Ja, mooi. Ja, super gaaf. Ja, 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 ja. Ja, ik ga je sowieso. De foto komt eraan. Yes. Ja, dat is dik. He? Dat is dik. Maar ja, je weet wat ze zeggen. Je moet op je hoogtepunt stoppen. Ja, dat is waar. Ja. We gaan volgende keer weer verder. Mooie afsluiter. Prachtig, een Napoleon. Ja. Ik ga hem thuis nog even voorzichtig schoonmaken. Eerst een beetje onder het water. En mijn vingers er een beetje af proberen te krijgen. En, ik denk dat je er nog geen eens zo eens heel veel aan hoeft te doen. Ik denk het ook niet. Nou ja, de kant van de kopse kant, die zag je natuurlijk al. Ja. En in de andere kant zat nog wel wat aarde op, dus dat gaat voorzichtig doen. Ja, heel gaaf. Ja. Ik ben reuze benieuwd als je even de foto's doorstuurt. Ga je zeker doen, dus terug krijgen. Ja. Dan gaan we nu afsluiten. Bedankt weer voor het kijken. En tot snel, tot de volgende keer. Tot snel. Yo. Hoi. Ik kan er niet tegen, Ben. Jij met je Napoleon munt. Hey. Zal je een beetje gek maken?